tweelingbroer, de Neddy, is super trots op zijn zoon, de Glenn. En dat is niet zomaar. Deze is de Wheel of Fortune flipperkast. Dat is de kast waar ik destijds in 2008 Belgisch kampioen ben op geworden. Ja, en dan begon het natuurlijk. Hè. De gazet van Antwerpen, de televisie langs. En, weet ik. Zelfs 2 jaar nadien, dat herinner ik mij nog goed, stond hier ineens iemand aan de deur. En dat was, als ik mij niet vergis, een limousine zeker, hè? Van Radio 2. Mercedes. Ja, allemaal met de limo kwamen ze me ophalen. Hoe heette dat programma weer? Dat was een Mercedes, geen limousine. Ja, dat mocht nog niet uit. Echt wel plezant en de kranten vol en zo. Allee, ja. Echt wel iets om trots over te zijn. Ja. In mijn jeugdjaren gingen we altijd naar de Vlaamse kust, naar Blankenbergen, naar de zee. Samen met mijn vader en met mijn grootouders ook. En met ons ma natuurlijk. En dan, bij ons op de camping stond ook altijd een flipperkast. En wat bleek dat ik er eigenlijk vrij goed in was. Want als ik er met 20 frank of 50 frank ging spelen, speelde ik al gauw een paar uur. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen om echt een spel heel goed te spelen. Dat is gewoon balcontrole en kastenkennis. En eigenlijk kun je niet meer doen dan dat. Flipperkasten, dat is eigenlijk sociaal. Je zou denken van mensen gaan naar een café en ze spelen hun spel daar en ze zijn helemaal afgezonderd van de wereld. Dat is eigenlijk totaal niet waar. Want je zit met een community, je zit met een forum, je zit dus met wedstrijden. Eigenlijk gewoon vrienden onderheen die eigenlijk allemaal dezelfde hobby delen. Miljaar, op die zijn kast zou ik ook wel eens willen flipperen.